Heel Nederland merkt ondertussen wat het coronavirus voor impact heeft op de samenleving. Ook bij FC Dordrecht hebben ze maatregelen getroffen om de spelers en het andere personeel bij te staan. De club heeft namelijk een deeltijd-WW aangevraagd. Uh, ook daar waren wij uh, al, uh, echt als een van de eersten bij om te kijken van, uh, god wat heb je recht op. Ik heb gisteravond ook uiteraard zoals heel veel Nederlanders uh, heel goed geluisterd uh, uh, naar onze, onze zeg maar ministers... En dat gaat nu dadelijk toch ook wel weer anders. En ja, wat daar, daar de hele uitkomst van gaat worden, dat weet ik ook niet. Maar wij hebben wel op voorhand gezegd: van het is wel wel heel belangrijk dat we, dat we het in ieder geval aanvragen. Wij kunnen dus salarissen, dus normaal gesproken zouden wij dat wel kunnen doorbetalen. Maar waar je nu ook mee te maken hebt op een gegeven moment, is, uh, is ook je toeleveranciers en dergelijke. Dus je hebt een autopark wat je moet betalen. Uh, we hebben wat ze huizen. Wat je, wat je allemaal moet betalen. Dus alles loopt uiteraard door. Het is niet alleen uh, je salaris. En aan de andere kant, hè, als wij de competitie gaan uitspelen. Uh, wat ik echt denk dat het gewoon gaat gebeuren. Uh, dan hebben die spelers ook gewoon. Uh, hun salaris dan ook genoten. Hè, daar hebben ze ook dus hun arbeid voor geleverd. Maar je krijgt natuurlijk ook wel dat je. Ja, verdraaid veel inkomsten dadelijk gaat missen. als wij. Uh, uh, als voorbeeld moeten voetballen zonder publiek. Niet alleen bij de kaartverkoop van de wedstrijden mist de club inkomsten. Ook zijn er tot en met de eerste week van mei feesten afgelast. Maar niet alleen voor de komende paar maanden zit de club in een moeilijke situatie. Voor het nieuwe seizoen moeten zij op zoek naar nieuwe sponsors. Dat is volgens de Zeeuw een uitdaging op zich. Dat wordt volgens mij de allergrootste uitdaging gewoon überhaupt. Kijk dus nogmaals, ik ga het zeker niet bagatelliseren, want er is veel aan de hand. Maar de aankomende drie, vier maanden is volgens mij niet het allergrootste probleem. Aangezien ook, dus, uh, als je nu kijkt naar alle maatregelen die, uh, die er nu zijn, ook vanuit de overheid, dat ga je wel doorkomen. Hè? Het is voor iedereen zwaar. Het is voor iedereen zwaar. Dus elk bedrijf, elke BVO heeft het nu zwaar. Maar dat ga je wel doorkomen. Maar vooral ook de, een stuk onzekerheid voor hoe gaat het met, uh, je, met, 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 met al je sponsors. Mensen hebben het nu ook allemaal zwaar. Die hebben ook wel wat, uh, wat hele andere dingen aan hun hoofd dan, uh, dan een BVO'tje helpen en ondersteunen. Dus ja, er is wel een hele grote uitdaging op komst. Voor het komende seizoen houdt u Zeeuw nog hoop. Maar voor ons nog is het belangrijk dat we gezond en wel de coronacrisis uitkomen. Ja, wij gaan sowieso, zo zo, dat heb ik ook al uh, eerder aangegeven, gewoon beginnen aan dus het is een nieuw seizoen. Uh, uh, het is en blijft lastig hè, uh, in dit Stadion en dat gaat niet veranderen. Maar ook nu moet je goed relativeren en uh, ook wel uh, een heel stukje begrip kunnen tonen. Allemaal voor datgene wat er nu speelt. En dan is het eigenlijk is het natuurlijk veel minder belangrijk dan, uh, dan alle uh, echte gezondheidsproblemen wat nu speelt. En daarna krijg je, je economische problemen wat je weer moet oppakken. Dus uh, laten we ons maar even heel bescheiden opstellen.